De overheid heeft strengere maatregelen doorgevoerd om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Dit maakte president Desi Bouterse gisteren bekend in een televisietoespraak. Bouterse zei dat de verspreiding van dit virus rampzalig voor Suriname zou zijn. Nog het volk, nog het zorgsysteem van ons land kan een epidemie aan. Hij gaf aan dat de COVID-19-gevallen snel kunnen toenemen. En in dat kader heeft de overheid steeds maatregelen getroffen. Deze zijn niet om het volk onaangenaam te zijn, maar om levens te redden. 1. De instructie is dat u de komende 2 weken, te beginnen vanaf zondagavond, vanaf 8 uur... 's avonds tot 6 uur de volgende ochtend niet op straat gaat. Wij maken hierbij een uitzondering voor mensen uit de zorg, veiligheid en essentieel bestemmingsverkeer ten behoeve van het werk. Blijft u dus thuis. Me beju ta oso. 2. Samenscholing zal vanaf heden beperkt worden tot maximaal 10 personen. Het hoogste college van staat, de regering en essentiële diensten zijn hiervan uitgezonderd mits zij de sociale afstand in acht nemen. 3. Alle kansspelgelegenheden en casino's worden vanaf zaterdagmorgen 28 maart om 10 uur tot nader order gesloten. Mochten wij constateren dat de samenleving zich hier niet aan houdt, dan zullen wij in het belang van ons allen helaas genoegzaam zijn dwingendere maatregelen te treffen. Bouterse benadrukte dat we ons ervan bewust moeten zijn dat we het COVID-19-virus niet verder mogen toelaten in onze maatschappij. Daarom moeten we ervoor zorgen dat zorgverleners en hulpdiensten hun werk adequaat kunnen doen. We zijn met man en macht aan het werk om zoveel mogelijk mensen veilig te houden. Onthoud u, het virus verspreidt zich niet vanzelf. Het virus verspreidt zich via mensen, via ons dus. Daarom kunnen we niet accepteren dat Surinamers mogelijk aan lokale verspreiding van het virus bijdragen door onverantwoordelijk met elkaar om te gaan. Vraagt u zich bij al uw handelingen en gedragingen alsjeblieft af of u daarmee mogelijk anderen in gevaar brengt. President Desiree Bouterse gisteravond in een televisietoespraak. In het kader van het tegengaan van de verdere verspreiding van het COVID-19-virus heeft de overheid strengere maatregelen doorgevoerd. De president drukt het volk op het hart om zoveel als mogelijk thuis te blijven.